Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op Business Diet Podcast. En als je naar de YouTube-versie van de podcast aan het kijken bent, dan heb je al gezien dat dit een heel bijzondere aflevering is, want ik heb een fantastische madame uitgenodigd om ons wat te helpen, om misschien wat wegwijs te geraken in het doolhof van regels en wetten dat we moeten doorworstelen om zelfstandiger te worden of zelfstandiger te blijven. Dat is een vraag die ik eigenlijk van heel veel mensen al heb gekregen. Oké, ik ben er eigenlijk klaar voor. Wat moet ik nu gaan doen? Hoe werkt dat? Wat komt er allemaal bij kijken enzovoort? En dus ik dacht, ik ga een heel toffe madame erbij halen, Sophie Sanko. Dankjewel. Die daar enorm veel over weet. Ja, Sophie, misschien kun jij je even voorstellen en dan kunnen we erin vliegen. Hè? Ja, zeker. Goedemorgen. Ik ben Sophie Sanko. Hè. Ik werk bij Xerius. Ik ben daar Startup Experience Manager en heb al heel veel jaren ervaring in het ondernemingsloket. Dus voilà, stel maar al uw vragen, Vincent. Ondernemingsloket. Wat is dat? Dat is zo'n loket met allemaal ondernemers? Hoe is dat dan? Wat moet ik me erbij voorstellen? Is dat zo echt nog een loket, gelijk vroeger? Zo met ik weet niet, tralies, wat je dan zo tegenover zit? Of? Ja, vroeger misschien wel, met tralies. Nee, dat is er eigenlijk nooit niet geweest. Het ondernemingsloket is eigenlijk de toegangspoort voor de beginnende zelfstandigen. Dus als jij een idee hebt en zegt van, ik wil hier mijn zaak van grond brengen, en ik wil dat hier officialiseren, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je eerst en vooral naar een ondernemingsloket gaat. Oké. Okay. Mm-hmm. Eigenlijk, ik kan eerlijk zeggen, ik ken zelf als businesstijdzender het ondernemingsloket enkel voor van die administratieve zaken, zoals bijvoorbeeld een nieuwe vestigingseenheid openen of de registratie van je activiteiten in het KBO of zo. Maar ik wist niet dat je daar ook... Dus echt adviezen over hoe ondernemen en zo, kun je dat daar ook krijgen? Of wat moet ik me erbij voorstellen? Ja, met Xerius, we gaan u zeker en vooral de juiste stappen leren van hoe dat je er moet aan beginnen. Ja, administratief gewijs dus. Administratief gewijs zijn wij daar om u volledig de begeleiding te doen van de opstart van uw zaak. Dat wel. Ja, oké. Okay. Ja. Dus vertel mij eens. Je hebt, dus ik zeg het, wij hebben een rode telefoon. Ja. In de praktijk is dat natuurlijk mensen die via de Business Diet Instagram-account of via andere kanalen berichten sturen of mail sturen met vragen. Ja. En er zijn dus blijkbaar toch redelijk wat mensen die zo de stap overwegen en die dat niet goed weten. Moet ik dan in bijberoep gaan of moet ik dan volledig zelfstandig worden of wat dan ook. Maar voordat we het daarover hebben, want dan kunnen we er misschien eens in een aparte podcast over praten. Maar kun je mij eens even vertellen, ik ben... Ja, los van de leeftijd, of misschien speelt dat ook een rol, dat weet ik niet. Maar dus ik wil gaan ondernemen. Ik wil zelfstandiger worden. Hè. Dat wil niet zeggen dat ik direct een bedrijf met 100 man gaan willen opstarten, maar ik wil zelfstandiger worden. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat moet ik dan allemaal doen? Dus de eerste stap is naar een ondernemingsloket. Ja. Voilà. Je hebt een idee in je hoofd. Ik wil ondernemen. Ik wil op mijn eigen beginnen. Ik kan daar eerst de toelichting van geven. Dus als jij wil ondernemen op je eigen, dus een eenmanszaak noemen we dat, dan is eigenlijk de toegangspoort of de eerste waar je moet bij zijn, het ondernemingsloket. Hè. Wat gaan wij eerst voorstellen of toch aanraden, is om een professioneel bankrekeningnummer te openen. Waarom? De fiscus mag altijd meekijken in een onderneming en misschien is dat toch niet zo aangenaam dat je gans je privé moet blootleggen. Dus zeggen we, ga maar eerst een professioneel bankrekeningnummer open doen. En denk ook al eens na van over wat je juist gaat doen. Dat is ook natuurlijk belangrijk, want het is niet het laatste dat je gaat komen zeggen van, ga ik nadenken wat ik eventueel zou doen. Toch wel een goed plan uitgeschreven hebben van, dat zijn de zaken dat ik wil doen als ondernemer. En dan kan je bij ons terecht, bij Xerius, zowel online of je kan een afspraak maken bij een collega. En dan gaan we samen met jou kijken hoe dat we je onderneming correct gaan inschrijven. Hey, voor een eenmanszaak wil dat eigenlijk zeggen dat je een ondernemingsnummer gaat toegekend krijgen dat gekoppeld is aan je rijksregisternummer. Dat was vroeger... Een uniek nummer, dus dat blijft altijd van jou, voor jou, voor de rest van je leven. Zo'n ondernemingsnummer, dat was hetgeen dat we vroeger een BTW-nummer noemden? Dat is nog daarnaast. Dus eerst gaan we het ondernemingsnummer creëren en dan pas gaan we het BTW-nummer creëren. Het is twee keer hetzelfde nummer, maar bij het BTW staat er een BE voor. Oké, vandaar dat ik de vergissing maak.
Ja. Ja, dat is niet echt blond, hè, Sophie. Dat is eigenlijk grijs. En dat komt omdat ik al. Ja, ik heb al wat kilometers op mijn teller. Maar ik wil even toch teruggaan naar wat je juist zei. Dus eenmanszaak. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: ja, ik wil een zelfstandige activiteit worden. Maar je spreekt van een eenmanszaak. Kun je als zelfstandige met een eenmanszaak. Kan dat evolueren naar een BV bijvoorbeeld? Een besloten vennootschap. Hè? Toch een van de meer populaire vennootschapsvormen. Dat Want kan je krijgt zeker. wel een ondernemingsnummer en straks ook een BTW-nummer. Dat is dan wel hetzelfde, maar alleen met BE voor. Maar is een eenmanszaak een soort opstap naar een BV? Dat kan zeker gebeuren. Ja, Dat dus. wordt gaandeweg het ondernemen, dat daar wordt beslist van oké, we gaan uitbreiden of er zijn meer investeringen nodig, we gaan overstappen naar een BV, maar dan is dat best begeleid door een accountant om daar die beslissingen te nemen. Maar als je zegt van ik wil laagdrempelig beginnen of de activiteit dat ik ga doen kan perfect onder een eenmanszaak, dan ga je eerst via het ondernemingsloket om je ondernemingsnummer te bekomen. Cool. En dus even voor mijn begrip, een eenmanszaak, daar heb je geen kapitaal voor nodig, terwijl met een BV, allez, het noemt nu niet meer kapitaal, hè, want het is eigenlijk door de nieuwe wet op, of de, ja, de nieuwe wet op het, in het WVV, wat is het, wet op vennootschappen en verenigingen, is dat allemaal veranderd, maar het oude begrip kapitaal, dat had je nodig bij een NV, een BV, hè, vroeger BVBA en zo, maar bij een eenmanszaak is dat er ook nodig? Je moet geen kapitaal echt voorleggen. Je hebt een eenmalige opstartkost. Dan moet er natuurlijk ook vanaf wat je juist gaat doen en hoeveel ga je zelf investeren in je eenmanszaken. Maar de opstartkost is eigenlijk minim Kunnen voor we een daar eenmalige. iets over zeggen? Waar moeten we aan denken? Ik ga ronde getallen nemen, want ja, per jaar dat de indexering is, verandert dat wel. Maar rekent dit jaar op een goede 180, een kleine 200 euro. Oké, dus ik kan met €200 in de hand, met een goed idee en een goed plan, liefst een plan, hè, bijvoorbeeld, hè, Business Diet heeft het 8-stappen businessplan, waar ook ja, podcasts over zijn, de meest beluisterde trouwens, maar ook in de shop kun je dat plan ook downloaden. Dus je hebt een goed idee, je hebt een plan. Je stapt dan naar het ondernemingsloket met €200 op zak. En hoeveel tijd daarna kan ik dan effectief starten? Kan ik dan klanten maken en klanten factureren en inkomsten genereren? Hoeveel tijd gaat daarover? Dat kan heel vlug gaan. Het kan zijn als jij je bankrekeningnummer hebt, je activiteiten hebt, je identiteitskaart bij hebt. Je hebt ook gedacht aan een toffe naam voor je zaak. Dan gaan we dat inschrijven en dan stapte jij buiten met je onderneming. En zo'n naam, zijn daar beperkingen op? Kan ik bijvoorbeeld mijn bedrijf noemen? Allee, ik zeg iets, Van de Putten en Zonen, hard werken, lage lonen? Of, allee, ik heb ook een dochter natuurlijk. Dus, maar die naam, zijn daar beperkingen op? Wij zijn daar niet de juiste personen voor om daar ons kritiek over te uiten. Maar het moet natuurlijk wel logisch zijn. Hè? Dat is wel, en ja, het moet ook tof klinken, denk ik dan. Hè? Maar wij zijn niet de juiste persoon om te zeggen van, je mag het niet zo noemen. Maar er Dus zijn geen wettelijke laat hem. beperkingen op. Het is niet dat er een maximaal aantal letters is of een maximaal aantal woorden of dat soort dingen. Nee. Nee, het is niet. Allee, het moet, we kunnen er eigenlijk een paar inbrengen. Moesten nu verschillende zaken gaan doen, maar dat je verschillend weer voor factureren. Maar het is niet echt onze taak om u te wijzen op uw Wacht, benadering. deze ging mij te rap. Verschillende namen voor verschillende taken die je gaat Stel factureren. u voor, ik ga een paar voorbeelden geven. In de zomer heb je bijvoorbeeld een ijskar. En noemde hij u de ijscrème-manneke. En in de winter heb hij meer een bakkerij. En wilde hij bakkerij iets anders noemen. Kunnen we die twee benamingen wel inbrengen? Maar het blijft die eenmanszaak die dan onder Die die twee eenmanszaak is namen. gelinkt sowieso aan uw rijksregisternummer. Dat wil zeggen dat het officiële, dus eigenlijk het maatschappelijke, uw naam gaat zijn. Maar dan de commerciële benaming kan je het dan zelf kiezen. Dus Oké. eenmanszaak is gelinkt aan uw rijksregisternummer, aan uw naam. Maar de commerciële benaming kan je zelf kiezen. Ja, dat is zoals dikwijls als je ziet bijvoorbeeld de naam van een restaurant. Hey, dat hangt dan tegen de gevel, maar daar zit dan een vennootschap achter en die vennootschap noemt dan vaak anders. Hey? Ik bedoel, Ja, de vennootschap of dat de zie je dan, dat zie eenmanszaak. je dan Ja. op dat BTW-bonnetje dat je krijgt. Oké, Klopt. okay. Dus goed, ik heb een goed idee. Ik heb een naam voor mijn eenmanszaak. Ik heb €200 of 180, allez, in die orde van grootte. Hey, je hebt gesproken van ronde bedragen. Je zei ook, je moet een bankrekeningnummer hebben. Is dat tegenwoordig zo makkelijk? Want ik weet bij ons bijvoorbeeld, als wij op de vennootschap een nieuwe bankrekening willen openen, dan gaat dat redelijk oké. Okay. Maar als jij als, ik zou maar zeggen, als buitenstaander binnenkomt bij een bank en je zegt, ik wil een bankrekening openen,
Ja, er is zoiets als een know your client procedure, hè, onder de anti-witwaswetgeving valt dat onder andere. Dat is allemaal niet meer zo evident. En ik ben zo'n beetje bang dat die misschien gewoon zeggen, ja maar nee, je moet eerst een ondernemingsloket en dan pas kun je een nummer voor een, of een bankrekening voor een eenmanszaak aanvragen. Maar jij zegt dat andersom is, hè? Ja, ik zeg niet dat dat andersom is, want Xerius, wij kunnen dat ook voor u aanvragen. Maar u kunt zelf de keuze maken naar welke bank u wil gaan en zeggen van ik wil mijn eenmanszaak of mijn bedrijf opstarten. Dus ja, even mijn kutwerk. Eenmanszaak opstarten. En ik had heel graag een professioneel bankrekeningnummer geopend. De meeste banken geven dat wel. Als je dat al bezig bent via ons online loket bijvoorbeeld om uw aanvraag in te dienen, kunnen wij ook wel voor u die rekening aanvragen, maar we laten toch de klant kiezen waar dat hij dat graag zou toch aanvragen. Hè? Maar dat de klant wil zijn, dat is het voornaamste. Cool. Ik ben even kwijt of dat je nu er straks hebt gezegd hoe snel dat dat kan gaan. Dus ik heb een naam, ik heb al een bankrekeningnummer dan voor Ja. die eenmanszaak. Ik heb uiteraard een goed plan gemaakt. Uiteraard weet ik ook welke activiteit enzovoort. Ik heb die 180 of die 200 euro. Ik stap bij jullie binnen. Ik heb mijn identiteitskaart bij, want je hebt mijn Rijksregisternummer nodig, heb je gezegd. Hoe snel kan ik dan mijn eerste factuur uitsturen naar mijn eerste klant? Als jij die dag zelf start en we hebben jouw onderneming aangemaakt, kun jij die dag starten. Wauw, en dan mag ik ook effectief ja, beginnen factureren, beginnen werken en beginnen factureren. Inderdaad, dan ben jij Oké. een volwaardige zelfstandige. Okay. Goed, nu misschien een beetje een lastigere vraag. Het is niet de bedoeling om u het vuur onder de schenen te leggen, maar ik weet dat je, ja, dat je allez, heel wat ervaring hebt daarin. Maar stelt nu dat ik eigenlijk al een beetje bezig ben, zo, maar zo half en half, zo'n beetje na de uren of in het weekend, wat dan ook. En ik heb zoiets van, ja, nu, ik kan dat niet blijven op deze manier doen. En ik moet dat ook gaan officialiseren, uiteraard. Hè, want je moet de wet volgen. En Business Diet is de laatste om te zeggen dat je dat niet moet doen. Maar, dus je gaat de wet volgen. Maar je hebt al bijvoorbeeld een werk gestart bij een klant. Ja. Ja, eigenlijk zit het dan een beetje in een grijze of misschien in een illegale zone. Maar hoe zit dat? Hè? Want we willen voorkomen dat mensen in het onwettige blijven. Hoe staat het daar tegenover? Ha, natuurlijk, het moment dat je geld begint te verdienen, als ja, dan Dan schijn, moet dat je. is eigenlijk ja, in het zwart werken, dat is eigenlijk niet zo oké. Ja. Okay. Nee, Wij dat kunnen mag wel natuurlijk met niet. terugwerkende kracht je ondernemingsnummer activeren. Oké. Dus je kunt zeggen, goh, ik ben eigenlijk 1 stommeling begonnen. januari eventueel begonnen. Als Ja. het in dit kwartaal bijvoorbeeld was, Ik ben ben 1 stommelings januari. begonnen in januari mijn huis te schilderen. Ja, een beetje om die mensen te helpen. En eigenlijk dacht ik dan van, goh, ik doe dat wel graag en blijkbaar kan ik dat heel goed. Ik wil daar dan misschien toch wel mijn beroep van maken. Ja, dan kun je in februari nog naar het ondernemingsloket stappen en dan kun jij je ja, regulariseren, om het dan maar met een chic woord te Inderdaad. zeggen. Dat kan nog. Oké. Maar we raden toch ten sterkste aan om het moment dat je iets gaat beginnen doen, om dan u in orde te zetten. Want als er een controle is of een inspectie, Tuurlijk. zijn dat heel, heel zware boetes die kunnen vermeden worden als je van in het begin zegt van ik ga hier een opdracht aannemen Dat om snap dat ik. onmiddellijk in regel te Ja, zetten. dat snap ik, Sofie, maar aan de andere kant, het kan ook gebeuren, hè. Ik heb al met mensen Het kan gesproken gebeuren, die het zo gebeurt. ja, echt bijna bij toeval erin zijn gerold. Ja. En ja, hoe langer dat je dat uitstelt om je dan in de regel te stellen, hoe lastiger het wordt. Maar jij zegt dus, je kunt je ook nog met een beetje terugwerkende kracht in regel Ja. stellen. Je moet natuurlijk niet in 2021 begonnen zijn en dan hopen dat je nu in Nee, 2024 alles nog kunt nee, regulariseren. Dat nee. Dat lijkt me moet echt evident. wel op korte termijn zijn. Ja, toch wel op korte Ja, en termijn. we weten ook allemaal dat de overheid continu geld nodig heeft en meer geld nodig heeft. Dus dat die er alles gaan aan doen om ervoor te zorgen dat het gecontroleerd wordt. En als het niet Inderdaad, is, inderdaad. dat het Zeker kan. ook met, dat wil ik toch eventjes geven als tip ook. Zeker als je al online of op social media begint te adverteren, alvorens dat je eigenlijk in regel zijn gesteld, kan dat toch wel opgemerkt worden of mensen kunnen gaan praten over u. Dus zeg ik wel, pas daar echt mee op. Als je wilt buitenkomen met je onderneming, zie dat je volledig in orde bent. Je spreekt nu net van social media. Is dat zo? Gaat de belastingcontroleur, allee, de overheid, gaan die effectief de social media afschuimen om te zien of dat er reclame wordt gemaakt voor iets of iemand? Facebookpagina's of ik verkoop dit of dat, dat wordt in de gaten Oké. gehouden. Ja. Ik heb al mensen geweten dat daardoor zwaar beboet zijn geweest. Dus ja, Oké, beter ja. voorkomen dan genezen.
Je leest dat ook, hè. Ik heb dat ook al een paar keer vernomen, dat mensen die op Vinted heel veel verkopen, dus niet zoiets sporadisch, maar echt gewoon bij wijze van spreken daar een business van aan het maken zijn, of op Marktplaats of tweedehands of wat dan ook, dat die inderdaad ook gecontroleerd worden. Maar dus die mensen, als je daar bij wijze van spreken een soort ja, beroep van aan het maken bent, dan kun je ook best zo snel mogelijk naar het ondernemen Best zo snel opzetten. mogelijk, ja, Oké. onderneming en opzetten. Cool, dus ik weet wat ik allemaal nodig heb om te starten. Je zegt mij ook, als je dat allemaal hebt, dan kun je eigenlijk onmiddellijk starten. Nu, dat ondernemingsloket, dat doet dat natuurlijk niet voor niet. En die 180 tot 200 euro, die zullen niet dienen om het ondernemingsloket te betalen, veronderstel ik. Of wel? Toch wel, dat is een eenmalige opstartkost. Ja, Oké. daarvoor heb je je KBO, dus de kruispunt van ondernemingen waar al je ondernemingsnummer wordt geregistreerd en dan ook de inschrijving van uw BTW. Dat KBO, Een kruispuntbank bank voor van ondernemingen. Dus eigenlijk ondernemingen. een database van de overheid waar alle ondernemingen zijn in opgenomen. Hè. Oké, en dus als ik daar niet in zit en ik ben toch actief, dan ben ik niet goed bezig. Ben je daar niet goed bezig? Nee, oké. Goed, zeg nu iets anders. Dat ga je waarschijnlijk niet graag horen, maar stel nu, ik ben Bexerius. Als starter ben ik bij jullie begonnen, ondernemingsloket, jullie hebben mij geholpen, jullie hebben er ook voor gezorgd dat ik de dag zelf bij wijze van spreken, als ik in orde ben met alle documenten en zo, dat ik kan starten. Als ik nu zeg, bijvoorbeeld na een jaar, ga ik van jullie nog een factuur blijven krijgen elk jaar, of hoe werkt dat? Want ik veronderstel dat je toch dingen, ja, moet ik zeggen, levendig moet houden, documenten en zo, die moeten misschien ja, vernieuwd worden of hernieuwd worden. Is dat een eenmalige fee dat ik moet betalen aan een ondernemingsloket of komt er elk jaar iets bij? Na het KBO en de BTW, Vincent, gaan we je ook aansluiten als zelfstandige. En daarvan krijg je dan wel per kwartaal een factuur voor je sociale bijdrage. Dus het ondernemingsloket is eenmalig, hè? Alles is geactiveerd. Maar dan ben je ook onze klant om je sociale bijdrage te betalen. En daarvan krijg je dan wel 3 maandelijkse factuur. Ja, maar sociale bijdrage, dat is eigenlijk geld dat naar de overheid gaat. Jullie zullen er waarschijnlijk wel een stukje op allez, omdat je het werk doet, wel een klein beetje winst opnemen. Maar die sociale bijdrage als zelfstandige, kun je me er iets over vertellen? Want ik weet, een werknemer in een bedrijf, ja, daar zijn loonlasten die door de werkgever worden betaald. De werknemer betaalt dan ook nog eens belastingen op zijn netto loon, maar de werkgever betaalt patronale bijdrage, RSZ enzovoort. Maar als zelfstandige zit er uw eigen werkgever. Hoe marcheert dat dan? Dat klopt. En daarvoor is Ceres daar om eigenlijk al uw sociale bijdragen dat jij moet betalen, hè, door te storten naar de overheid. Natuurlijk zijn er nog verschillende soorten statuten, daar we nog een keer over gaan verder, dieper op ingaan. Hè, want per statuut hangt er natuurlijk ook vanaf wat voor sociale bijdragen dat je moet betalen. Hè. Vertel eens, wat voor statuten? Allee, je moet ze niet allemaal opnoemen, ik weet niet wat dat er zijn. Maar De meest gekende zijn toch hoofdberoep, ah, ja. bijberoep en studentzelfstandigen. Oké, goed. Ja. Ja, daar moeten we misschien een aparte podcast over maken, wat dat allemaal inhoudt. Maar stel nu dat ik zeg, goh, ik heb die stap gezet in hoofdberoep. Dus ik ben beginnen schilderen en ik vind dat plezant en iedereen vindt dat ik dat goed doe. En ik ga er dus mee door. Ik heb een plan gemaakt, ik weet hoe dat klanten gaan maken, ik weet hoe dat geld gaan verdienen. Ik kan nu ook factureren enzovoort. Dus ik ben helemaal in regel met alles. Waar hangt dat dan vanaf? Hoeveel van die sociale of hoeveel sociale bijdrage ik moet betalen? Er zijn sowieso minimumbijdragen dat de overheid heeft opgelegd, die moeten betaald worden. Hè. Zeker als je in hoofdberoep bent. Deze jaren ben je een starter. Als er nog niet echt duidelijk zicht is van hoeveel dat je inkomsten gaan zijn, is er bepaald geweest door de overheid dat de hoofdberoeper eigenlijk dat minimumbedrag aan sociale bijdragen moet betalen. Ja, en Als over wat dat hebben we het eerste dan? jaar, ik ga dat even doen, als dat eerste jaar echt nog niet duidelijk is van hoeveel dat je gaat binnenhalen, kun je het eerste jaar ook nog beroepen op een primo starter of starterskorting. Dat wil zeggen dat je het eerste jaar, dus de 4 kwartalen, de bijdragen aan de helft kan betalen. Oké, Dat dus, is maar toch. dat zijn allemaal dingen dat ze mij dan vertellen Ja. als ik aan het ondernemingsloket ben. Ja, Maar inderdaad. ik wil toch even weten, wat is dat? Hebben we het over 1.000 euro per maand? Hebben we het over minder? Wat is een kwartaalbijdrage? Zo gemiddeld voor iemand die in een hoofdberoep start? Ik ga zeggen, want met de indexeringen jaarlijks, we spreken nu van een €900 per kwartaal, de Per minimum. kwartaal. Goed. Zeg, en Ongeveer. wat gebeurt er met dat geld?
Ja, dat geld, dat gaat naar verschillende potjes. Ja, Dus, vertel eens. Een heel klein potje naar jullie waarschijnlijk, ja. ons beheerskosten zijn 3,05%. We zijn de laagste op de markt. Dus Pardon, 3,05% op die 3%. 900 euro, daar moet het voor doen. Ja, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen aangesloten, dus allez, ja. Ik kan nog niet direct een collecte beginnen organiseren voor Xerius, maar dus 900 euro, trimestriële kwartaalbijdrage, zoals we het noemen, afgerond bedrag, het kan een beetje verschillen, geïndexeerd wel, niet geïndexeerd enzovoort. Er gaat een goede, allez, een kleine 3% beheerskosten of administratieve verwerking door jullie. En dan die 900 euro, dat gaat naar, allez, het stuk dat er dan overschiet, hè, 890 en zoveel, dat gaat naar de overheid. Wat gebeurt daar dan mee? Want waarom moet ik als zelfstandige zo'n bijdrage betalen? Welk voordeel heb ik eraan dat ik dat doe? Want Dat ik is voor betaal je ook belastingen, dat is so niet hetzelfde, hè? Dat is nog iets nee. anders. Dat is eigenlijk voor je sociale zekerheid op te bouwen. Dan ga een stuk naar je pensioen, ga een stuk eventueel naar moederschapsuitkering, Oké. arbeidsongeschiktheid, overbruggingsrecht. Zijn er nog een paar, zeg er nu de voornaamste. Dus dat gaat allemaal naar verschillende potjes. Oké, Dus oké, oké. om je sociale zekerheid ook te beschermen. Hè? Ja, En ook voor pensioen en zo. dus eigenlijk, hè, wat ik er straks zei, je zit als zelfstandige, je zit uw eigen werkgever, hè, wat dat dus normaal uw werkgever allemaal in die verschillende potjes steekt, dat doe je nu zelf. Nu, 900 euro per kwartaal, dat is 300 euro ongeveer, hè, want het is niet echt 900 euro, afgerond allemaal, 300 euro per maand. En als ik dus dat betaal, dan heb ik ook een soort sociaal vangnet als Dat is je zelfstandige. Als ik sociaal vangnet, ja, kom sowieso. ziek te vallen, zwangerschap, dat soort zaken allemaal. Ja, pensioen. Is dat genoeg? Ben ik dan, of moet ik misschien nog een extra verzekering afsluiten of zo voor ziekte? Of waar raden jullie aan? Ja, daarvoor hebben we natuurlijk onze experts in huis. We kunnen altijd kijken voor een vrij aanvullend pensioen, bijvoorbeeld een gewaarborgd inkomen. De belangrijke verzekeringen die een zelfstandige nog nodig heeft, kunnen wij zeker kijken om dat samen met hem te optimaliseren. Om toch zeker te zijn als er iets voorvalt, dat er genoeg geld kan binnenkomen in de periode dat voor de persoon Ja, moeilijk is. dus Ja. je kunt het op veilig spelen en zeggen, ik wil gewoon met alles in orde zijn en ik kan gewoon, ik vlieg erin, ik kan er tegenaan, ik betaal die 900 euro, maar er zijn ook nog mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen, gewaarborgd inkomen bijvoorbeeld, dat is als je ziek komt te vallen en ja, Ja. als zelfstandige, als je ziek bent, dan creëer je ook geen inkomsten, alleen als Ja. je niet kunt werken op die moment tenminste, en dus dan kun je ook dat verzekeren, dat Ja. dan, als na een bepaalde tijd, dat dan een verzekering u een soort vervangingsinkomen gaat betalen. Dus dat zijn allemaal dingen Klopt, waar dat je verzekering. advies kunt over geven. En dat toch wel belangrijk zijn, denk ik, als je die stap gaat zetten. Nu, ja, business diet, dat gaat over ondernemerschap. Heel veel mensen die naar de podcast luisteren en vragen stellen, die zijn bezig met dat idee. Je merkt dat ook, hè? Ik weet niet of dat jullie dat ook merken, dat er toch heel veel mensen ja, gewoon zoiets hebben van, weet je wat, het is nu de moment, ik kan er toch wel invliegen, want ja, niet dat ze hun job niet meer leuk vinden, maar ze zien toch meer mogelijkheden bij zichzelf. Dat Merken jullie klopt. dat er meer mensen zijn, of juist misschien minder door de Ja. economische Je situatie? mag toch rekenen dat wij een honderdtal ondernemingen inschrijven dagelijks. Per Dus. dag? Wauw. Maar in alle vormen van de onderneming zijn natuurlijk, maar het Oké. ondernemen zit sterk in het bloed Ja. in België. Dus, Ik durf het bijna niet vragen, maar hoeveel daarvan slagen er? daar heb ik echt niet een zicht Nee. op. Dat Nee, heb maar ik goed, dat niet. kun je eigenlijk wel zien aan de Dan moeten we mee statistieken van aan de faillissementen en zo. statistieken. Ja, oké. Want dat is misschien een vraag om af te ronden. Je weet, ja, je kent de podcast ook, Sophie, maar ik ben een optimist en ik geloof in het positieve. Energy goes, energy flows where attention goes, zeggen ze. Ja. Maar wat als het misloopt? Wat als ik als zelfstandige toch ja, na verloop van tijd misschien wat stomme tijden heb gedaan of minder werk had dan ik dacht en toch meer inkopen heb gedaan dan ik kon betalen en zo. En het loopt mis. Wat gebeurt er dan? Ha, kan van alles eigenlijk gebeuren, hè. Natuurlijk, de meeste ondernemers, zeker als ze in hoogberoep aangesloten zijn, worden toch begeleid door een accountant en een boekhouder. Kan op tijd zien van wat gebeurt er, wat kunnen we aanpassen voor eventueel sociale bijdragen. We staan natuurlijk nauw in contact met Xerius als je bij ons aangesloten bent. Moet het ooit komen op een stopzetting, dan, ja, dan zijn wij daar natuurlijk ook om dat
verhaal met jou af te sluiten. Hè. Ja, nu je hebt een vrijwillige stopzetting van ja, ik zie het niet meer zitten, het werkt niet Ja. meer. Ik had het hoger ingeschat dan het is gerealiseerd. Ja. Maar je kunt ook in een situatie komen waar dat, ja, waar dat het niet uw keuze is, maar waar dat gewoon echt helemaal misloopt. En dan moeten er zelf de stekker uittrekken. Of dan trekt iemand de stekker er voor u uit. Kunt je ook failliet gaan als zelfstandige? Kun je inderdaad failliet gaan als Oké, okay. zelfstandige. Ja, Ja. goed. Er gaan we liefst niet te veel. Gelukkig dan, nee, dat is een beetje zwaar beladen. Maar het kan en dan, ja, dan moeten we natuurlijk wachten op uitspraken van de rechtbank en dergelijke. Ja. Maar goed, het belangrijkste is dat je snel kunt starten en Je het is kan zaak snel om starten. een goed idee te hebben, een goed plan en er kan BusinessDaad u bij helpen. Dan zorgen dat je een bankrekeningnummer hebt, uw identiteitskaart, Rijksregisternummer, dat op uw identiteitskaart staat, hebben jullie nodig in het ondernemingsloket. Ik kan ook advies krijgen van jou als ik daar aankom. Een naam voor mijn activiteit is nodig. En als ik dan wil, dan kan ik eigenlijk die een dag zelf starten. Dat En is wel een manszaak. Hè? Voor een vennootschap ga je wel eerst ja, via natuurlijk. Ja. een accountant en notaris passeren. Dan gaan die statuten neergelegd worden bij de rechtbank van koophandel. De rechtbank van koophandel gaat uw onderneming bekendmaken in die KBO, die kruispuntbank. En dan pas ga je naar het ondernemingsloket om die activiteit van die onderneming volledig in te schrijven. Ja, maar Dus wacht. zowel voor een manszaak als vennootschap. We gaan het simpel houden. Dus een eenmanszaak, dat is zo, ja, hetgeen dat in de volksmond wordt genoemd. Ja, ik ben zelfstandige en dat kan dan zijn hoofdberoep, bijberoep of als student. Hè. Er zijn ook mogelijkheden, maar wij hebben het vandaag gehad over vooral hoofdberoep. Ik zal het later met jou eens hebben over welke keuzes kan ik dan best nemen. Maar als zelfstandige ben ik ook een ondernemer, maar dat is dan een eenmanszaak. Dat kan eventueel op termijn ook evolueren naar personeel enzovoort. En dan heb je een andere rechtsvorm nodig. Dan heb je een BV nodig of andere rechtsvormen. Maar als zelfstandige kan ik met al die informatie en die documenten bij jou binnenstappen. En kan ik Ja. de dag zelf, bij wijze van spreken, of letterlijk de dag zelf ook starten. Morgen, ja, doen wat ik doe. Factureren aan de klant. En als ik geluk heb, snel de centjes van die klant krijgen. En dan werken aan Ja, volgende klanten enzovoort. Dus dat kan. dat kan, maar dat Oké. Okay. is ook een feit. Go. Super, Sophie, hartelijk bedankt. Ik denk Heel graag gedaan. dat we heel wat, ja, mysteries kan ik het niet noemen, maar toch heel wat vragen waar dat mensen mee zitten, hopelijk hebben beantwoord. En ik vind dat toch wel belangrijk om te doen, omdat er zijn heel veel mensen met goede ideeën. En er zijn ook heel veel mensen met echt potentieel om te ondernemen. En waarom zouden dan niet starten als zelfstandige? Of dat het dan in hoofdberoep of in bijberoep is, of wat dan ook, dat laat ik nog even in het midden. Ja. Maar wat dat veel mensen tegenhoudt, dat is dat ze zo niet goed weten, ja, hoe begin ik daaraan? Maar als ik Klopt. het goed heb, ja, verstaan, dan is het eigenlijk allemaal niet zo geweldig moeilijk. Het Dan is kan echt ik niet. bij een ondernemingsloket toch heel wat antwoorden krijgen. Ik wil u fantastisch hartelijk bedanken, Sophie. Heel graag gedaan. Voor de mensen die het niet gezien hebben, dus Sophie heeft een fantastische oranje blouse met een heel mooie collier en een heel mooi, ja, hoe noem ik dat, amulet? Ja. En voor de mensen die oog hebben voor detail, haar vingernagels hebben dezelfde kleur als haar blouse. Dus een beetje een uitnodiging ook voor de mensen die naar de podcast luisteren, om misschien ook eens te gaan kijken op YouTube. Dus ja, bij deze wou ik toch even afsluiten. Als het misschien te veel was om te onthouden, ja, je weet het, hè, bij elke Business Diet aflevering hoort een blogartikel. Ook bij deze podcast is dat zo. Als je meer wilt weten, dan nodig ik u uit. Of als je terug wilt herlezen, de kernpunten van hetgeen dat we besproken hebben, die kunt u vinden op www.businessdiet.be. En verder nodig ik u uit om u te abonneren op de podcast. Dat kan via Spotify, dat kan via Apple Podcast, dat kan ook via YouTube. En waarom is dat abonneren leuk? Ja, ten eerste voor ons is dat een schouderklopje, dat is plezant. Dat zet ons ook aan, dat motiveert ons ook als team om ermee verder te gaan. En voor u is het ook leuk, omdat je dan ook een notificatie krijgt van komende podcasts en dan kun je zelf kiezen of dat die u interesseren, ja of nee. Voor de rest wens ik u fantastisch veel succes in alle plannen en projecten die je in gedachten hebt in de komende dagen, weken, maanden en zelfs jaren. Heel graag tot heel gauw. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met @businessdiet. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.